Stoelmans Eiland zal voor de komende 3 maanden verstoken zijn van adequaat telezuurbereik, zegt Dorik Ramlakan, onderdirecteur technisch onderdirectoraat van telezuur. Vandalen hebben bijkans 100 zonnepanelen zwaar beschadigd, waardoor het telezuurbereik compleet is weggevallen. Reporter Sifra Goudland maakte het volgende verslag. Kijkers, goeiedag, helemaal vanuit het zuiden van Suriname. Wij zijn nu op Stoelmans Eiland, waar wij in Paramaribo hebben begrepen dat de solarpanelen die u achter mij ziet, zijn vernield. En door deze vernieling is het heel lauwe gebied, in principe hebben we begrepen van een van de bewoners, verstoken van goed bereik of telefoonbereik van telezuur. Wij gaan zo'n gesprek hebben met een van de dorpbewoners om te vragen wat hij hiervan vindt. De zonnepanelen zijn geplaatst om het gebied van energie te voorzien en om het telezuurnetwerk te versterken. Dorpsbewoner Johannes Deel geeft zijn bezorgdheid om de vernieling aan. Wel, sami si ja, de anobung. Anotak me wang, maar anobung ja volk. Want asansas ma doe ja, de afvernietiging, de alausande in het gebied disi, de apotu in probleem. Want asandis be je punu. Famisref beere fasani den tak na bleksem, den taki na sma, ma di misref koluku na sma duen tru. Wan tapa oso, yesha insri, sa man broka sani. Pia man juko de insri, wan ta a kleur fasani na a keel, yesha kleur fa insri, pe a man juka sani ondro se. Des jaman go tapa dak, jad no man lusa panel pukaba, nenanga insri aifan niteken. En samen doe dat hij doet zondo. En mijn ouders denken dat we een krimpfestansma doen aan dat hij. Een krimpfestansma, no kan dus over een krimpfestansma bij Ogodwen, bij Oluso en Puru, tek Tjargwe. Maar nu even niet te kala den sani. Is dat ook mijn money de dape? Dat akia volk. OD Ramlakan geeft aan dat de zonnepanelen donderdag zijn vernield en dat het gebied vanaf zondag zonder adequaat bereik zit. Hij zegt dat de schade zeker 50.000 Amerikaanse dollars bedraagt en dat het enkele maanden zal duren voordat er een begin gemaakt kan worden met de reparatie. Er is ook, ook zijn de stroomkabels van ons netwerk daar zwaar beschadigd. Dus de huidige calculatie is $50.000, maar het bleek dat het veel meer schade is, dus het kan sowieso oplopen. En dit is wel triest. Het is voor het eerst dat op zo'n schaal dat ons netwerk beschadigd is in het binnenland. En ook in, op zo'n moment waarbij het economisch in het land een beetje moeilijk is om aan die dollars te komen om zulke investeringen te verrichten. Maar wat ook belangrijker is, is COVID-19 heeft internationaal alle leveranciers, weet je, of leveranciers van materialen, hoge grote vertragingen, waardoor het niet binnen afzienbare tijd is dat we zoveel materiaal weer kunnen inkopen en krijgen naar Suriname. Zeg binnen een maand of 2 maanden. Het zal langer duren. En we zijn nu bezig intern telezuur na te gaan hoe we toch een deel van ons netwerk daar weer kunnen opbrengen. We hebben een groot deel dat er iets uitgevallen was opgebracht. Dus alleen dorp Stoelmans Eiland uitgevallen. En we zijn bezig met de verzekeraar en met de politie om zaken te onderzoeken. En zodra dit afgerond is, zullen we overgaan tot herstel van communicatie op locatie. Dorik Ramlakan, hij is onderdirecteur van Telezuur. We spraken hem naar aanleiding van de vernieling van de zonnepanelen op Stoelmans Eiland. De lokale bevolking is voor enige tijd niet in staat gebruik te maken van telezuurdiensten.